die door de winstzone niet van centrum naar de speelgang gebracht zijn voor vernieling. De meeste van deze bromfietsen werden in beslag genomen en opgelegd omdat ze niet meer conform waren met het goedgekeurde type. Dat wil zeggen omdat ze opgedreven waren en sneller konden rijden dan de toegelaten 45 km per uur. We zaten met een probleem in de politiezone een beetje aan het centrum, omdat we veel ongevallen hadden met jeugdige bestuurders die als bestuurder van een bromfiets in aanraking kwamen met ongevallen. Heel veel van de jonge bestuurders werden zwaar gekwetst bij die ongevallen. Vandaar dat we een actieplan hebben opgestart een drietal jaar terug om paal en perk te stellen met de opgedreven bromfietsen in Eeklo. Dat heeft geresulteerd in zeer mooie resultaten. We kunnen zien dat het aantal ongevallen met jeugdige bestuurders, jeugdige bromfietsbestuurders, drastisch gedaald is. En we hebben de meeste van de bromfietsen kunnen van de openbare weg halen. Aangezien die bromfietsen niet meer conform zijn met het goedgekeurde type, kunnen die niet meer terug in omloop gebracht worden. De meeste zijn van gering economische waarde en de kosten om ze terug origineel en rijvaardig te maken lopen drastisch op. Vandaar dat er in samenspraak met de eigenaars die over het algemeen wel afstand nemen van het voertuig, beslist is om deze voertuigen naar de schoothandelaar te brengen. Naast de opgedreven bromfietsen zijn er ook een aantal bromfietsen die aangetroffen waren als zijnde achtergelaten. De eigenaar kon niet worden opgespoord of had ook geen zin meer om zijn voertuig op te halen. Wanneer die 6 maanden bij de politie blijven, worden die nadien voor vernietiging naar de schoothandelaar gebracht.